Ja, vanmiddag gaan we kijken naar de halve finale van Grigor Dimitrov, echt publiekslieveling, tegen Alexey Minaur. Ja, verwacht een mooie gevarieerde wedstrijd. Dimitrov zal proberen aan te vallen, slice, af en toe inkomen. En die Minaur is de ultimate counterpunch. Je haalt zoveel ballen en ja, dat gaat hele spectaculaire reddings opleveren. En, ja, het wordt een pittige wedstrijd voor Dimitrov. Ik geef ietsje meer kans aan Dimitrov om deze wedstrijd te winnen. Nou, vanavond gaan we kijken naar Talon Griekspoor. De Nederlander, ongelooflijk. Halffinale, weer halffinale na vorig jaar. Staat fantastisch te spelen en zeker met de hulp van het publiek. Komt zijn spel alleen maar ten goede. Gaat hij alleen maar beter en beter spelen. Pittige loting natuurlijk tegen Jannik Sinner. De herhaling van de halffinale van vorig jaar. Kan hij het dit jaar wel doen en naar de finale gaan? Vandaag is een hele spannende dag voor het rosseltennistoernooi. Want we hebben namelijk om 1:00 de damesfinale. Welke gaat tussen Diede de Groot en Jiske Grifioen? Dus twee Nederlandse speelsters. Nummer 1 van de wereld, nummer 4 van de wereld. Dus dat wordt zeker een knaller. Maar ook daarvoor hebben we nog een hele mooie mannenhalve finale tussen Gordon Reid en Alfie Hewitt. Ook wel een halve finale die we eigenlijk wel eens vaak hebben gezien in eerdere edities van het toernooi. Ze komen elkaar vaak tegen, maar een hele mooie partij. En vandaag komen er ook 400 kinderen van de Esther Vergeer Foundation. Dus kinderen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening. En die komen hier heel de dag sporten, spelen en heel veel lol beleven. Dus dat wordt een topdag.